Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag tweede paasdag, maandag. En vandaag heb ik concours in Delft, wat ik in de vorige video al had gezegd. Het is een paasconcours en het is wel een wedstrijd, maar het is niet een KNS-wedstrijd. Dus ik ga er een beetje naartoe om te oefenen. Ik ben best wel laat aan de beurt. Om 5 uur begint mijn rubriek. Nou ja, de rubriek. Het 1:10 tot en met 1:30. Dus dan moet ik om 4:15 moet ik parcours lopen. En dan ben ik nummer 25. En dan rijd ik met Ariane rondje 1:10 en rondje 1:20. Dus eigenlijk L en M. Om weer even te oefenen, net zoals ik toen in Bunschoten deed. Dus dat is een beetje de planning. Ik ga om 1:15 ga ik naar stal. Het is nu ongeveer 12 uur. Ik moet nog even wat dingetjes doen. En dan ga ik zo meteen weer voor jullie vloggen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe vast een duimpje omhoog als je het een leuke video vindt. En abonneer op mijn kanaal hier beneden op het rode knopje. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie zo. Hoi allemaal, ik ben nu op stal. Het is nu 2 uur en ik ga nu eerst even Gila rijden. Die staat al opgezadeld naast mij. En ik kreeg bij mijn vorige video de vraag wat dit ding op de buik is. En het is een singleband en die gaat helemaal onder het zadel gaat die. Omdat Gila hem nogal snel sporenplekjes krijgt. Dus daar is het eigenlijk voor, het zit gewoon helemaal vast om de rug en de buik heen, zeg maar. En als ik dan met mijn spoortje tegen de buik ga, dan zit er een soort laagje tussen waardoor ze niet zo snel wondjes krijgt. Dus dat is eigenlijk het enige wat het doet. Want die vraag kreeg ik om mijn vorige video, dus vandaar dat ik hem even beantwoord voor jullie. En dan ga ik nu op Gila rijden, Gila is ook klaar. Ariane staat daar achter in de molen. Die is al aan het instappen voor zo meteen. En dan ga ik nu op Gila rijden. Wat ik nog even wil toevoegen is dat ik normaal hier nooit meer rijd, omdat Gila eigenlijk nooit daar last van heeft. Alleen nu ze zo aan het verharen is, gaan natuurlijk die haren heel snel loslaten. Dus als ik nu 1 keer met mijn hand over erheen ga, dan laten we al haren los. Dus ook als ik been blijf geven, gaan er wat sneller haartjes los. Waardoor ze dus nu sneller last heeft van wondjes. Maar normaal heb ik dus nooit sporenplekjes of nooit kale plekjes. Maar omdat ik dus nu zag dat ze altijd kale plekjes hebben, heb ik gelijk dat ding gekocht. Omdat ik gewoon niet wil dat ze natuurlijk wondjes krijgen, dat is gewoon heel zielig. Dus vandaar dat ik het nooit heb gebruikt en nu wel. Dus gewoon omdat je nu in deze periode van maart, april natuurlijk heel erg hebt dat die haren loslaten. Dus vandaar. En dan ga ik nu echt rijden.
Ik zit nu in de auto onderweg naar stal. Jullie hebben net mijn rondjes gezien. Ariane is eigenlijk van zichzelf heel erg voorzichtig. En daardoor moet ik zelf echt gewoon perfect rijden eigenlijk. Om haar dus een mooi parcours te laten springen. Dus dat was een hele goede oefening. Ik werd ook nog eventjes geholpen door de eigenaar van de stal waar ik net was. Dus dat is ook super fijn. Maar door die extra begeleiding heb je dan net even dat extra zetje om fijn door te rijden. Dus dat was heel erg fijn. En het was sowieso super goed georganiseerd. En er stond een heel mooi parcours. Dus dat was heel fijn om even te oefenen. Dit was natuurlijk de eerste buitenwedstrijd ook van dit seizoen. Want het is nu 2 april. En sinds april gaan we natuurlijk weer naar buiten. Dus dat was een hele fijne oefening. En ik ben heel blij eigenlijk met hoe het ging. En we gaan nu naar stal. En dan sluit ik hierbij ook de vlog af. Want ik ga Ariane alleen nog op stal zetten. Even voeren. En dat soort dingen doen. Want stal is eigenlijk al gesloten. Dus we gaan ook een beetje opschieten. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doe een duimpje omhoog als je een leuke video vindt. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!